Veteranendag Apeldoorn wordt voortaan rond 17 april gehouden. De eerste koffiebranderij van Apeldoorn is geopend. En auto vliegt op de Arnhemse weg spontaan in brand. Vrijdag aan het eind van de middag werd in de burgerzaal van het gemeentehuis in Apeldoorn de jaarlijkse Veteranendag voor de regio Epe, Voorst en Apeldoorn gehouden. Daarbij waren de burgemeesters van Apeldoorn, John Birrens, en van de gemeente Epe, Hans van der Hoeven aanwezig. Maar ook de lokale burgemeester van Voorst, Hans van der Sleen, was daarbij aanwezig. De regionale Veteranendag werd voor de 11e keer in Apeldoorn gehouden. Waarom wordt deze dag georganiseerd? Nou, het is zo dat in het kader van het Nederlandse veteranenbeleid er landelijke activiteiten worden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de Landelijke Veteranendag binnenkort op 24 juni. Maar daarnaast is het ook de bedoeling in het Nationale Veteranenbeleid dat ook gemeentes activiteiten ontplooien. En dit is daar een voorbeeld van. Voor wie is deze dag allemaal? Deze dag is voor alle veteranen. Dat betekent dus dat we helemaal terug kunnen gaan naar de Indië-periode. Tweede Wereldoorlog, maar ook alle vredesmissies daarna. En dit is zelfs voor veteranen die nog in actieve militaire dienst zijn. Wanneer ben je eigenlijk veteraan als je op missie bent geweest? Je bent veteraan als je in militaire dienst hebt gezeten, dan wel in militaire dienst zit en op missie bent geweest. De Veteranendag werd tot nu toe op de tweede vrijdag van de maand juni gehouden. Daar komt met ingang van volgend jaar verandering in. Er is in het verleden gekozen voor de tweede vrijdag van de maand juni. Inmiddels zijn we zover dat we met ingang van 2018 de lokale Veteranendag gaan verplaatsen. En we willen dan de Veteranendag gaan koppelen aan de herdenking van de bevrijding van Apeldoorn. Dat is altijd op 17 april. En we gaan dan naar de vrijdag die daar het dichtstbij ligt. De burgemeester van de gemeente Epe onderstreepte in zijn speech het belang van deze Veteranendag en dankte hen voor hun trouwe inzet. Ook luitenant-kolonel buitendienst Henk Laurent eerde de veteranen. Deze dag is voor de meeste veteranen heel belangrijk. Veteranendag organiseren of veteranenbijeenkomsten organiseren, dat is ervoor om zeg maar, de waardering van de Nederlandse bevolking voor de veteranen te tonen. En dat moet je natuurlijk niet één keer doen. En daarom zijn er dus jaarlijks activiteiten in het kader. Het officiële gedeelte werd afgesloten door het combo van de fanfare Brede Wapens. Na het spelen van The Last Post werd er een minuut stilte in acht genomen. Daarna volgde het volkslied. De genodigden werden daarna verwend met drankjes en met een Indische maaltijd. Een hevige brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de barbecue en grillroom Ada aan de Schubertlaan in Apeldoorn in de as gelegd. De brand werd rond 3:15 ontdekt door een voorbijganger en belde de brandweer. De brandweer had moeite het pand te betreden en moest de ruit en de deur forceren om de brand te kunnen blussen. Het naastgelegen theehuis en trimsalon liepen rook- en waterschade op. Er raakte niemand gewond omdat er niemand in de panden aanwezig was. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Zaterdagavond werd in het centrum van Apeldoorn de eerste koffiebranderij De Bosbrand feestelijk geopend. Het idee om een koffiebranderij te starten was op z'n zachtst gezegd bijzonder te noemen. Ik heb een nacht gehad dat ik niet kon slapen. Niet omdat ik te veel koffie had gedronken. En in die nacht leek het een beetje alsof het plan geüpload werd in mijn hoofd. Dacht ik, we moeten een lokaal koffiemerk beginnen. Het moet Veluwe zijn, het moet stoer, hip, hoge kwaliteit, eerlijk zijn. En in die nacht heb ik het logo bedacht, de naam, de manier hoe we het gingen verpakken, alles. En zo is het eigenlijk ontstaan. Er gaat een heel proces aan vooraf om de juiste koffiesoort te vinden. Hoe bepaal je nu welke koffieboon je gaat gebruiken om daar de koffie van te maken? Nou, soms zijn we gericht op zoek naar een bepaalde smaak. En dan kunnen we door deze theorie al een beetje weten, we gaan dat gedeelte van de wereld
onze koffies kijken wat er beschikbaar is. Nou, als we iets vinden wat we boeiend vinden of een supplier die benadert ons, dan vragen we een aantal microlots aan. Dus dat zijn kleine hoeveelheden koffie. Die branden we. Die gaan we cuppen met z'n allen. Dus dat is net zoals je met wijnproeven speciale techniek hebt om goed te proeven, heb je dat met koffie ook. En dan schrijven we op hoe hoog scoort hij in aciditeit, in body, in sweetness, in bitter, zoet, noem maar op. Ja, dan kopen we dat in. Vaak gaat dat via de haven in Rotterdam of in Antwerpen. En dan halen we het hierheen en dan gaan we branden. In het kleine gebouw aan de Van Kinsbergenstraat worden koffiebonen gebrand. En dat proces werd door menig bezoeker gevolgd. Dat proces luistert namelijk erg nauw. Hoe werkt dat nou in het kort? Nou, in deze trechter, ook wel een hopper genoemd, gooien we de groene bonen. Die zijn op dat moment nog een beetje wittig van kleur, ook al noemen we het groen. Die zijn keihard en wat kleiner. Die komen in deze trommel, die draait de hele tijd rond. En daaronder zitten gasbranders en die verhitten de boel. Nou, terwijl je aan het branden bent, jaag je een beetje de vocht eruit uit de boon die erin zit. Ze worden bruiner. En op een gegeven moment krijg je een punt, dat heet de eerste krak. Dan breekt het boontje als het ware open, vergelijkbaar met popcorn, maar dan kleiner. En wat onderzoekers zeggen is dat er dan zo'n 400 aroma's vrijkomen. Brand je nog wat verder door, krijg je de tweede krak en die kun je heel goed horen. Een beetje als een knisperend vuur. En rond dat moment, vlak voor, in of na de tweede krak, wil je meteen gaan koelen je koffie. Dus op dat moment zijn we dit aan het samplen met zo'n lepel. Op kleur doen we dat normaal vooral. En als we zien, dit is het juiste moment om juist de sweet spot van die koffieboon. Dan gooien we die klep open. Dan trekken we meteen alle hitte eruit met een groot ventilatiesysteem die alles afzuigt. Om de hitte eruit te halen en dan is die boon goed. En stel we doen dat 10 seconden te laat, dan is de koffie verbrand. Doe je hem 10 seconden te vroeg, dan is hij nog te groen. Ook wethouder van Economische Zaken, Mark Zandman, die later de branderij openen, liet zich vooraf informeren over het proces. De net gebrande koffie werd voor het publiek uitgeschonken. En ook dat gebeurde volgens een bepaald proces. Het is eigenlijk echt wel een beetje een wetenschap, want ik zag je ook de hele tijd op je horloge te kijken. Het heeft allemaal te maken met extractietijd. Dus hoe lang het water in contact is geweest met de koffie. En dat wil je het liefst in een bepaalde tijd doen. En daar moet je dus heel erg timen met hoe je het water, hoe snel je bent met schenken, zeg maar. Dus vandaar dat we er een horloge bij gebruik. Het viel me net ook op dat de koffie niet alleen bruin was, maar er zaten allemaal stukjes in. Dat zeg ik oneerbiedig, maar wat was er eigenlijk precies? Nou, eigenlijk is het gewoon omdat de koffie heel vers is. En normale koffie die je gewoon uit de supermarkt haalt, wordt er allemaal uitgefilterd. Maar dit zijn gewoon eigenlijk de vliesjes die je nog terug in de koffie kan vinden. Dus eigenlijk in de boon zit dat verstopt. Je hebt net koffie geproefd. Hoe smaakt die? Ja, was heerlijk joh. Lekker. Een beetje fris, fruitig. Lekker koopje. Yes. Dankjewel. Bij de opening waren veel zakenpartners en familieleden aanwezig. Wethouder Zandman prees de jonge ondernemer en vond de koffiebranderij een verrijking voor de binnenstad en de gemeente Apeldoorn. Met veel kabaal werd de eerste koffiebranderij van Apeldoorn officieel geopend. De koffie wordt onder andere in het naastgelegen De Schenker geserveerd, maar kan ook los verkocht worden. Vanaf maandagavond zal op Paleis het Loo een bijzondere openluchtconcert worden gegeven. Voor het paleis staat een groot podium en is er een tribune gebouwd voor 4000 bezoekers. Elisabeth in Concert, of beter bekend als Sissy, is een stage entertainment productie en staat tot en met zaterdag voor Paleis het Loo. Pia Douwens speelt en zingt de hoofdrol. Het concert is op vrijdag en zaterdag al uitverkocht, maar op andere dagen zijn er nog kaarten verkrijgbaar. Moeder Sonja en haar dochter Kayla uit Apeldoorn zijn woensdagavond te zien in het live tv-programma Jij en Ik. Ze werden enige tijd geleden thuis overvallen door Marco Borsato, die met een tv-crew het goede nieuws kwam brengen dat zij mee mogen doen aan de live show. Jij en Ik wordt voor de tweede keer door de EO uitgezonden, waar ouder en kind hun muziektalenten mogen brengen.
Het publiek bepaalt aan de hand van een staande ovatie wie de winnaar Jij en Ik 2017 gaat worden. De televisieuitzending is een World Child actie en wordt woensdagavond om 8:30 uitgezonden op NPO 1. Zondagmiddag rond 5:30 vloog een personenauto aan de Arnhemse weg in Apeldoorn spontaan in brand. De bestuurder was net van de parkeerplaats gereden toen er rook uit de motorkap kwam. Samen met iemand uit de buurt probeerden zij de brand te blussen, maar de brand breidde zich al razendsnel uit. De brandweer was snel ter plaatse en wist in korte tijd de brand te blussen. De auto is totaal uitgebrand en werd later door een bergingsbedrijf afgevoerd. De eigenaar van de auto kwam met de schrik vrij. Morgen is het zonnig en droog met in de middag wolkenvelden. De wind is matig en het wordt rond de 20 graden. In de avond en nacht is het helder en wordt het een vrij koude nacht. De noordenwind is zwak en het kwik daalt naar de 9 graden. Woensdag is het zonnig en droog en wordt het rond de 22 graden. Donderdag is het eerst zonnig en droog, later op de dag kans op een onweersbui. Het wordt dan 26 graden.